De oude website van basisschool De Vlinder in Geldrop is veranderd in een porno-site. Vroeger heette de school De Windroos. En als je die naam intikt, kom je bij porno uit. De school probeert al dagen de site te laten verwijderen, maar zonder succes. Verslaggever Marieke Boerenfijn is in Geldrop bij de basisschool De Vlinder. Marieke, hoe kan dit nou? Ja, basisschool De Windroos heeft een nieuwe naam en die heette tegenwoordig basisschool De Vlinder. Dat is een brede school, een kindcentrum en daar hoort een nieuwe website bij. Ze hebben een oude website, daar zijn ze mee gestopt. En die naam is dus overgenomen door iemand die daar porno op heeft gezet, seksfilmpjes en foto's. Ontzettend vervelend. Ja, je kan je voorstellen, Tom, hier op een schoolplein vanochtend, ouders, ik heb ze even gevraagd naar een reactie. Lang niet iedereen wist er nog van, maar als ze het horen, dan schrikken ze. Wat een mening. Dat is wel heel erg. Dat meen je niet. Wat vindt u ervan? Had die school dan niet iets zorgvuldiger mee om moeten gaan? Eigenlijk wel, ja. Beter van wel. Ja. Ja, dat klopt. Ja, ik denk dat die link zo snel mogelijk inactief moet worden. Dat is de enige optie, denk ik. Maar ik weet niet of dat juridisch en financieel haalbaar is. Nou hoor ik ouders die bang zijn van, goh, zouden mijn kinderen in contact komen met porno? Ja, als ze dit horen, gaan ze natuurlijk automatisch zitten zoeken op school. Ik loop net naar achter in de school, dus ze gaat als een sneltrein van, goh, als je dit intikt. En dan staan al kinderen staan al met zijn telefoon te kijken van, eventjes kijken wat er dan inderdaad op staat. Dus ja, dan komt het op het nieuws en dan zien ze het natuurlijk allemaal. Vooral die kinderen van groep 8 en ja, van 5 tot 8, die vinden het natuurlijk allemaal groot nieuws. Dus tja. Ja, verraste, soms ook wel een beetje verontwaardigde ouders, Marieke. Hoe gaat de school er nou voor zorgen dat dit wordt opgelost? Ja, ze hebben al verschillende pogingen gedaan om die site offline te krijgen en het heeft niet gewerkt. Dus ik las vanochtend in het Eindhovens Dagblad dat ze ook bezig zijn om juridische stappen te ondernemen. Ik heb daar straks even met de overkoepelende stichting gebeld. Zijn ontzettend geschrokken, distancieren zich uiteraard van deze site. En zeggen ook dat het niks te maken heeft met medewerkers en kinderen hier op school. Ja, straks spreek ik ze. Ik ben heel benieuwd, want dit is natuurlijk ontzettend vervelend. We blijven het volgen via jou, Marieke. Dankjewel voor dit moment.